Goedendag. Je kijkt naar het weerbericht van donderdag 5 april van Weerplaza. Vandaag hebben we te maken met een stevige wind vanuit het westen tot noordwesten. En deze wind die voert koele lucht aan. Het wordt vandaag hooguit 8 of 9 graden. Vanochtend zien we overwegend veel bewolking en valt er vooral in het oosten af en toe wat lichte regen of motregen. Vanuit het westen klaart het vanmiddag op en komt de zon tevoorschijn. De wind die waait wel stevig, windkracht 6 of 7, langs de kust. Vanavond neemt de wind geleidelijk aan af. En dan klaart het op veel meer plaatsen op en wordt het helder. En daalt de temperatuur naar 5 of 6 graden. En vannacht kan het lokaal een graadje gaan vriezen. Morgen hebben we te maken met een zuidoostelijke wind. Daardoor wordt het een stuk warmer dan vandaag: 12 tot 16 graden. Het is vrij zonnig en droog. Op zaterdag wordt het nog iets warmer. Voor het eerst kan het lokaal 20 of 21 graden worden. En dan blijft het ook vrijwel droog. Zondag is het weer wisselvalliger met kans op een enkele bui. De temperatuur blijft echter aan de hoge kant, ook op maandag. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.